Zo ga jij jouw doelen als High Level CA waarmaken dit jaar. Kijk, allereerst is het heel erg belangrijk dat als jij jouw business opzet, dat je iets doet vanuit je hart. Dat daar jouw kracht ligt en jouw hart ligt, jouw hartsverlangen ligt. Omdat je dat zo graag wil doen, wat je echt het allerliefste doet. Dan ga je werken en een bedrijf opbouwen vanuit passie, vanuit enthousiasme, vanuit plezier. En dat wordt, ja, dat maakt je zelfs zo aantrekkelijk voor potentiële klanten. Als je echt doet waar je hart blij van wordt. Dus dat is het allerbelangrijkste om dit jaar jouw doelen te behalen. Dat betekent soms nieuwe dingen leren. Omdat je iets heel graag wil, maar je kunt het nog niet. En dat is helemaal niet erg. Kijk, toen ik een stap zette als VA, ik had al best wel wat ervaring, maar ik had echt nog niet alles geleerd. Maar dat geeft helemaal niks. Want het was juist zo leuk om nieuwe dingen te leren. En ik geloof ook echt dat het van deze tijd is. Stilstaan kan niet meer. De markt verandert zo ontzettend snel. Dat het super belangrijk is om je te gaan ontwikkelen. En je te blijven ontwikkelen. En dat doe ik ook nog steeds. Ik heb altijd nog een coach. Ik volg altijd nog trainingen. Om mezelf up-to-date te houden van de ontwikkeling. Dus ga nieuwe dingen leren, ook al is het spannend of eng. Dat geeft helemaal niks, dus laat je altijd begeleiden daarbij. Dus zorg voor nieuwe uitdaging. En dan, als jij echt weet van oké, dit wil ik heel graag doen dit jaar, deze nieuwe dingen wil ik graag leren, dan komt de volgende stap. En de volgende stap is doelen stellen volgens de SMART-methode. Dus maak je doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Daarnaast zorg je ook voor een financieel plan. Waar wil je naartoe groeien? Hoeveel uren ga je werken? Hoeveel wil je dan verdienen het komend jaar? Dan heb je je doelen heel specifiek. En dan ga je een actieplan opstellen. Een strategisch doordacht marketingplan. Hoe ga jij in beeld komen bij klanten? Hoe ga jij jouw nieuwe diensten in de markt zetten? En zorg ervoor, hoe ga je er dan voor zorgen dat klanten naar jou toe komen? Heel erg belangrijk om heel specifiek op te schrijven hoe je dat gaat doen. Want dan heb je ook een plan om vanuit daar acties te gaan ondernemen. Dus zorg ervoor dat je wekelijks acties onderneemt. Dat je in je agenda zet, oké, dan en dan zet je blok in je agenda. Ga ik aan mijn marketing en sales werken om mijn bedrijf te laten groeien. En ook al zit je bijna vol met klanten, dan nog is jouw marketing heel erg belangrijk. Want misschien wil je straks wel naar een next level. En misschien wil je wel ander type klanten aantrekken. Misschien wil je wel grotere klanten aantrekken. Misschien wil je wel, nou noem maar op, wat dat ook voor jou is. En dat je ook voor een plan zorgt wat je nastreeft. Als je je marketingplan hebt, je weet wanneer je werkt aan je eigen plan, aan je eigen business, zorg ervoor dan dat je wekelijks acties onderneemt. En voor de een werkt het heel goed om dat in de agenda te zetten, voor de ander werkt het heel goed om een soort van actieblad te hebben op het bureau, dat je eraan herinnerd wordt om een aantal acties te nemen in je marketing en in je sales. En als je vastloopt, ga dan onderzoeken waar zit het hem in. Zit je te weinig in actiestand? Ben je te weinig aan het overleggen en aan het praten met ondernemers? Ben je te weinig jezelf aan het ontwikkelen met nieuwe kennis? Omdat de markt vraagt van jou dat ze nieuwe kennis nodig hebben. En die heb jij niet. Ga kijken, zit het in je persoonlijke ontwikkeling? Ben je bang om stappen te zetten? Loop je vast in je mindset met belemmerende overtuigingen? En als je dan weet waar het hem in zit, dan ga je die angel eruit halen. Want de kracht zit hem in bewustwording. Ik geloof dat hoe bewuster jij leeft, hoe bewuster jij kijkt naar de acties die jij neemt als persoon in jouw bedrijf, en je gaat dat heel goed analyseren, dat je echt die angel eruit kan halen om weer een volgende stap te zetten. Ook al is het spannend of eng. Geloof me, onthoud altijd één ding goed. Groei zit buiten je comfortzone. En als je buiten je comfortzone komt, dat voelt niet fijn. Oké? Dus zorg ervoor dat wil je groeien, dat je die stappen blijft zetten. En ik ben heel benieuwd, wat wordt jouw focus dit jaar? Waar wil jij aan het einde van het jaar staan? En als je terugkijkt, dat je ziet van, goh, kijk, dit pad heb ik afgelegd. Dus ik ben heel benieuwd, deel het met mij hieronder. Wat wordt jouw grote doel waar jij dit jaar aan gaat werken en waarvan je weet, als ik dat heb bereikt, dan ben ik zielsgelukkig. Ik wens jou een heel mooi jaar toe
En ik ben heel erg benieuwd naar je reactie.